De kunstwerkplaats 8Z, de Acht Zaligheden, bestaat 5 jaar. Reden voor een feestje waar zelfs de burgemeester en de wethouder van cultuur even bij aanwezig waren. De kunstenaars mogen het pand van voormalig boekbinder Kroeze gratis gebruiken tot zich een huurder aandient. Ik praat recht, jij praat krom, maar dat is toch niet zo. Stormdronken zijn wij allebei. We draaien om de hete brei. Als jij daar staat op de stoep, dan ben ik zo blij. Ik heb je toch weer kunnen lokken, ja. Ik voel mij aangetrokken. Nou, bij dit atelier hier op deze plek is 5 jaar, omdat we 5 jaar bestaan als Achtzaligheden. Maar bij Paco Plumtrek, het kleinste podium van Almelo, ben ik toch al bijna 10 jaar betrokken. In oktober vieren we ons 10-jarig huwelijksfeest, zeg maar. Daarvoor staat nog aan de Hagengracht, daar hadden we ook een klein podium. En daar is het allemaal een beetje ontstaan. En we begonnen wel op een gegeven moment een aantal bevriende muzikanten uit te nodigen die dan een avond gitaar speelden of mooie liedjes brachten. En vervolgens werd het steeds groter. We hebben ongeveer meestal een man of 50 binnen. En we moeten ook aan de veiligheid denken van iedereen. Dus we proberen altijd wel rond de 50 mensen hier binnen te krijgen. Ja, er zit hier van alles. Alle soorten van kunst die zijn hier aanwezig. Ook een gitaarbouwer aanwezig. Er wordt met wol gewerkt, wordt met verf gedaan, nog wildhout wat je zegt. En van alles is er wat. En dat al 5 jaar lang. Ja, waren natuurlijk, daarvoor was er ook al een soort kunstwerkplaats op het Indiaterrein waar we dan bij elkaar waren, in een oude fabriek daar. En op een gegeven moment is dat heeft zich opgesplitst op 2 verschillende kunstgroepen. En dit is er één van. En wij hebben hier deze plek gevonden en we hopen hier nog wel een tijdje te zitten. Maar je weet het nooit van tevoren natuurlijk of je ergens lang kunt blijven zitten, maar zolang het nog kan, blijf je zitten. Niets net als jij. Het feestje werd helaas overschaduwd doordat de eigenaar de huur heeft opgezegd. De kunstenaars moeten op zoek naar een andere locatie.